In het kader van particuliere woningbouw zijn er in feite twee tarieven belangrijk. Je hebt het algemeen tarief van 21% en het verlaagd tarief van 6%. 21% is altijd van toepassing in het kader van nieuwbouw. 6% kan toegepast worden bij de renovatie van een woning en ook wanneer een oud gebouw wordt afgebroken en vervangen worden door een nieuwe woning. Nee, er zijn toch een aantal basisvoorwaarden en de belangrijkste voorwaarde is dat het moet gaan om een woning die ouder is dan 10 jaar en ook dat het moet zijn om een private woning. Dat zijn de belangrijkste voorwaarden en dan kan u de woning vergroten, u kan uw dak vervangen, een nieuwe badkamer installeren, schilderwerken laten uitvoeren, kan allemaal aan 6%. Maar u moet altijd een attest bezorgen aan de aannemer waarop u verklaart dat het gaat om een woning die ouder is dan 10 jaar en die inderdaad gebruikt wordt als private woning. Inderdaad, het is mogelijk al sinds verschillende jaren dat een particulier een oud gebouw afbreekt en vervangt door een nieuwe woning aan 6%. Maar die regeling was beperkt tot 32 stadsgebieden en was niet mogelijk voor wie een woning of een appartement aankocht. Maar dit jaar en volgend jaar wordt die regeling uitgebreid en is dat mogelijk in Hans België en ook voor wie een woning of een appartement zou kopen. Maar er zijn wel een aantal beperkingen in die zin dat het moet gaan om de enige woning van de bouwheer of koper. Hij moet er ook zelf gaan wonen en de woning mag niet groter zijn dan 200 vierkante meter. Dus dat zijn de basisvoorwaarden, maar daarbij toch een tip om niet te lang te wachten, want het is een maatregel die slechts loopt tot eind volgend jaar.